Want vorige keer was ik bij Henk. Toen gaf ik aan dat ik geen angst ken, maar ook geen levensvreugde. En koppelde dat op dat moment aan elkaar. Blijkbaar. En er gebeurde iets. Ik zat met een gevoel dat iets in me zat. Het was puur genieten en zo'n besef van, ik leef. En alles om me heen is leven. En iedereen is aangesloten op diezelfde bron van leven. En wat ik zie is leven. Een manifestatie van leven. En ik was aan zelfonderzoek begonnen. En ik had jou horen zeggen van, ja, schrijf een overtuiging op en proberen. Ik had opgeschreven, ik besta. Ja, dat kreeg ik niet meer. Volgens denk ik van, nou, nu ga ik iets opschrijven. Daar krijg ik echt een nummer uit. Iets simpels. 1 en 1 is 2. Dus ik denk, nou, ik maak het leuk. Ik ga 2 appels kopen en ik zet dat neer en ik ga er dus naar kijken. En op dat moment dacht ik van, ja, ik weet echt niet eens of 1 en 1 al 2 is. Nou, zo gaat het door. Goed. Ja. Weet je wat ook leuk is? Wat moet je weten om te zijn? Eerst zijn, dan kennis. Kennis is altijd secundair. Dat is niet iets tegen, maar het zegt niks over de realiteit. Het is hooguit, dit is iets waarschijnlijker dan iets anders. Dus het is practical. Om te zijn heb ik niks nodig. Zijn is onwetend. En daarom komt ieder inzicht, iedere creativiteit uit niets. Er is eerst totale not knowing. En poof. Ineens komt er iets. Dat heb je niet gemaakt, je kunt het niet claimen. Het is niet het product van. Ja, ik voel me nu ook heel erg, klinkt het raar, verbonden met kleine kinderen, met baby's. Ja, zo kun je dat even vatten. Nee, ik weet nog dat ik met mijn zoontje kiekeboe speelde en dan legde ik zo'n doekje over zijn gezicht en dan haalde ik dat weg en dan, nee, die verbazing eerst en dan herhaalde ik dat een paar keer en dan was het leuk, weet je, elke keer. En ik snap nu zo goed wat dat was, wat dat is. Mm-hmm. Alles is nieuw, hè? Is voor zo'n dingetje. Ja. En wij kijken constant door de bril van het verleden. Is dit nuttig voor me? Kan ik hier iets mee? Heb ik er wat aan? Weet je wel. Allemaal schermen ervoor. Alsof, weet je, het dringt ons niet door. Dit moment, hè, is nog nooit gebeurd. En het gaat ook nooit meer gebeuren. Wij denken van, ja, ik heb al 10 keer zat zijn gezien. Ik vind hem niet leuk vandaag. En ik voel me niet goed. En ik heb alweer rugpijn. Ja. Maar dit is het. En er lijkt iets in ons te zetten, er is zo'n kracht die dus alles wil aan de kant vegen. En je merkt gewoon dat gebeurt dan en iets probeert dat te contain it, weet je wel, het tegen te houden. En op een gegeven moment wijkt dat gewoon, dat gaat niet meer. En nou ja, het is een soort onpersoonlijk letting go. Maar een tijd lang zit dat erin, zo van, ja, maar anders dan verlies ik de controle of... It's too big to handle, ja, weet je wel. Dat was dat gevoel. Yes. En dus als dat een paar keer plaatsvindt, dan heeft het systeem zoiets van, okay, come on, I'm not gonna die. Man, oneindig. Nou ja, dat wilde ik je laten weten. Yes. Dankjewel. Cool. Okay.
iets vragen over je boekje, Roosgeuren. Ja, sure. En, maar er staat een zin in, het leven is een cursus in wonderen. Kan je daar iets over zeggen? Nou, wat ik daarin zeg is van, ik heb het nooit gelezen, maar ik hoor mensen over dat boek. En dan zeg ik van ja, dat is cool om dat te lezen, I guess. Maar je leven is al de cursus in wonderen. Dus wat ik in het begin al zei, van de hele dag word je precies gewezen waar je aan vasthoudt, waar je aan het stuur denkt te zitten. De hele tijd, oké, hou je iets vast, hè, er gebeurt iets en je voelt je beledigd en je gaat een hekel hebben aan iemand, whatever, weet je wel. Je houdt het vast. En het bestaan zeg je de hele tijd, ervaar het gewoon en let it go. Of eigenlijk zegt het dus, doe niets. Dus mensen zitten een boek te lezen terwijl het al gebeurt. Maar jij schrijft toch ook boeken? Ja, uiteraard. Dat is toch precies hetzelfde? Zeker, maar ik hoop dus ook dat als iemand dat boekje leest, en het zou leuk zijn na 3 zinnen, en er is herkenning, dat hij het dan aan de kant flikkert of aan de buurman geeft. Of in de open haard gooit, whatever. Dus het is gewoon niet tegen dat boek, maar om iemand te laten zien van, hey, let nou eens op. Je zit... snap ik wat je bedoelt. Ga naar de richting dan. Yes. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Yes. Oké. Okay. Ik had ooit zo... Ik heb het boek en ik lees daarin. Ja, yeah, sure. Great. Enjoy. Enjoy. Maar dan lees je niks anders dan wat Hans nu zegt. Meer staat er niet in. Ja, exact. Alleen gaat het, heb je er 1000 bladzijden voor nodig en 365 lessen. Maar je leest niks anders. Nee, maar kijk, dat maakt op zich niet uit. Ja, ja. Ja. Daar gaat het juist om mevrouw. Ja, soms heb je met 1 zin genoeg en soms doe je 10 jaar met een cursus in wonderen. Ja. Zoals ik. Dat is mogelijk. Ja, maar dat is juist mooi. Ik vind het mooi om elke dag een paar regels. Al zijn het maar 3 regels in te lezen. Ik zeg daar verder niks van. Ik geef alleen van. Ja. Dat het altijd alsmaar hetzelfde staat. Ja. Alleen heb je steeds andere woorden nodig om iedere keer te roepen. Oh, is het dit? En dan, meer gebeurt er niet. Ja. Oh. En op een gegeven moment heeft het blijkbaar gedaan wat het moest doen. En de ene leest 3 kilometer boeken en de andere maar 2 zinnen. Maar op een gegeven moment ontdek je dat je een vis in de oceaan bent en dat je boeken leest over een vis in de oceaan. What's the point? Leuk? Nee, dan niet meer. Dan lees je liever thrillers of zo. Ja, ik kwam zo gisteren bij me langs dat het boek van Kees, dat komt af en toe op. Er hoeft geen letter meer geschreven te worden. Ja. Exact. Of het ook een leuk beeld is, is van dat het eigenlijk schrijven in de lucht is. Mm-hmm. Ja. Weet je wel, het lijkt er zolang die beweging er is. Schrijven in water. Ja. Zo'n mirakel, hè? Het is leeg en vol tegelijk. Er kan niks bij, er kan niks af. Het is alles en niks. Nu, dit. Jij. Hans, ik heb eigenlijk geen vragen, maar ik heb het zo nodig om die boeken nog te lezen. Nou, lees ze dan, daar zijn ze voor. Ja, voeding. Want anders val ik terug in die red race, zei het wel. Oké. Nou, daar zijn ze voor. En dat is het leuke ook. Voor iedereen is er gewoon... zijn er impulsen voor handen. Sommigen die hebben het met boeken, anderen met in de natuur zijn. Of mediteren of whatever. Heroïne. Voor iedereen is er iets. Net zolang totdat je vervuld bent en terugvalt in jezelf, zou ik maar zeggen. Cool. Ik had die boeken ook nodig. Ik ben alle schrijvers van alle boeken die ik gelezen heb en ook die ik niet gelezen heb, ben ik dankbaar. Ook al die boeken waarvan ik naar de hand zoiets had van deze rotzooi en deze rotzooi. En dan krijg je onderscheidingsvermogen. Dat is cool.
Wat overigens leuk is, als je aan het lezen bent, gewoon praktisch. Dus je leest iets en je krijgt daar een impuls door of een stop dan. Als we te veel vanuit ons ego lezen, die kan alleen maar consumeren. Dus net als een eentje, weet je wel, je hebt een zak erop en dan vreet je hele zak erop leeg, maar strikt genomen smaakt één dropje niet lekkerder dan 10. Weet je wel, dus als zo'n boekje echt raakt, iets vertelt of een YouTube filmpje of whatever, en er gebeurt echt iets, het verplaatst je, uitzet, stop. Laat het gewoon totaal tot je doordringen. Want anders dan ren je alweer naar het volgende fragmentje of hoofdstukje of whatever. Ja, dat is een beetje zonde. Het ging om die impuls, niet om die woordjes. Of... En strikt genomen in mijn bescheiden opvatting, in de zoekbeweging of leerbeweging, het is handiger om een boek wat echt werkt voor jou 3 of 5 keer te lezen dan iedere keer een nieuw boek te lezen. Ook al denk je aanvankelijk dat ze allemaal hetzelfde zeggen. Nee. Het ruikt naar kaas, maar het is het niet. Dus als je iets hebt wat werkt voor jou, maakt me niet uit wat. Read it. Read it again. Read it again. Read it again. De eerste keer lees je met je oppervlaktegeest. De tweede keer komt het al ietsje meer binnen en je hebt de kans dat je vanaf de derde keer pas echt contact maakt. Anders kun je na een jaar zeggen, ik heb 100 boeken gelezen, maar er is eigenlijk niks blijven hangen. Iets lezen even is iets anders dan iets bestuderen, erin afdalen. Het door je heen laten gaan, you know. Ja, ik merk dat dus nu ik meer rust heb, dat ik meer momenten van helderheid in mijn hoofd heb. En als ik momenten van stress ervaar, dan zie ik dat mijn geest me weer meeneemt en dat ik overal weer in zit. En dan, maar tegelijkertijd zie ik dan denk ik, oh, nu heb ik het redelijk te pakken en dan ben ik het weer een week of twee helemaal weer kwijt. Ja, dus ik kan in principe heb je er ook niks over te zeggen als het dan dat golfje bent. Maar ja, aan de ene kant denk ik, het is wel goed om helder van geest te zijn en rustig te zijn. Jij hebt ook wel eens gezegd van, pak die moment van heftigheid juist aan of ga er vuur op gooien olie op het vuur gooien om eruit te komen. Maar soms denk ik, het is beter om die rustige momenten te hebben, omdat je dan wel weer die helderheid hebt. Ik ben een groot voorstander van helderheid. Helderheid is dus hier antwoord is al. Ja. Iedere keer weer terug en nog sneller voorbij. Vakantie nemen 2 weken zou goed nog beter. Nee. Helderheid. Als je helder bent, heb je geen vakantie nodig. Niet dat daar iets tegen is. We kunnen eens onderzoeken of ons afvragen waarom wij toestaan, want dat doen we. Dat we de hele tijd meegesleept worden in allerlei emotioneel-mentale refraf. Ja, dat is het. Ja, je hoeft geen antwoord te geven. Je moet dat eens echt grondig gaan onderzoeken. Als je daar nu iets over gaat zeggen, en dat is niet om lullig te doen, dan krijg ik oppervlakte antwoorden. Jij moet voor jezelf helder krijgen hoe het toch in godsnaam mogelijk is. Jij bent bewustzijn. Dat je je hele tijd laat verleiden om in allerlei chaotische, energetisch, mentaal, emotionele bullshit te gaan zitten. Waar constant de veronderstelling in zit van nou, het moet zus of het moet zo. Als er helderheid is, dan moet helemaal niks zus of zo. Want je bent gewoon in tune. Of er is geen verstoorde verhouding met de rest, zal ik maar zeggen. Er is niet eens een besef van hier en de rest. Niet twee. Conflict veronderstelt altijd twee. Ik hier, en dat is niet ik. Als er helderheid is, is er alleen maar helderheid. Nou, dan is alles helder, dus no problem. En die helderheid,
helderheid vind je eerder als je gewoon relaxed op de bank zit met wat rustige muziek en je zit een beetje naar buiten kijkt. Dan als je op je werk allerlei... Ik ben nu op mijn werk en hartstikke wel. Ja, jouw werk. Hoe functioneert dit en waarom vind ik het oké? Okay? Want ergens nemen we een soort beslissing van oh, het is oké okay om meegesleept te raken. Why? En om voorwaarden te stellen, hier is het makkelijker dan iets anders. Waarom hou ik niet zoveel van die helderheid dat ik die gewoon niet prijsgeef voor wat dan ook? Maakt niet uit wat mijn moeder doet. Het ligt niet aan de omstandigheden of de ander. Me. Reality is never wrong. En uiteraard op een beginnend level of zo van kun je gaan zien dat bepaalde dingen die je doet bijdragen tot helderheid en andere niet. Blowen draagt nooit bij tot helderheid. Ik weet er alles van. Maar niet wil zeggen dat ik zeg dat je niet moet blowen. Dat moet iedereen lekker zelf weten. Maar als je voor helderheid gaat, is dat niet handig. Want dat maakt je juist helemaal fuzzy. En a little bit stupid.